De communicatie met de medeweggebruikers is voor mij heel erg belangrijk. Dus ik wil ook graag weten of ze mij horen of zien. Wat de mensen daarmee wel kunnen laten zien dat ze mij begrijpen, is dat ze hun richtingenwijzer goed gebruiken. Dat ze laten zien welke kant ze opgaan. En dat ze mij ook aankijken, vooral fietsers. Dat ze mij laten zien dat ze van, hey, ik heb jou in de smiezen, in plaats van de andere kant op te kijken en door te fietsen. Dus die communicatie is wel belangrijk. Werkt twee kanten op. Ik communiceer ook met mijn zwaailampen en mijn sirene. Maar ook met mijn richtingenwijzer, dat ik laat zien welke kant ik op ga. En door mijn gedrag, mijn plaats op de weg, vertel ik vaak ook welke kant ik op wil. Ja, eerst zorgen dat je ziet wat de ambulance wil. Daarna kies je je ruimte. Een parkeervak, heel rustig de berm in, allemaal prima. Maar blijf vooral rustig, ga niet abrupt remmen en is de ambulance gepasseerd. Kijk weer goed om je heen en neem weer je plek terug in het verkeer. Als er dus meerdere weggebruikers zijn, zeker bij verkeerslichten, en iedereen kiest zijn plek om naar rechts te gaan of voor mij ruimte te maken, kies dan niet voor links. Want dat is vaak voor mij dan de vrije ruimte, waardoor het voor mij dan weer geblokkeerd wordt. En dat je zelf als enige ook weer geen kant op kan. Dus ga dan mee in de rest van de groep om ook naar rechts te gaan. De mensen van de ambulance. Altijd paraat en professioneel. Ambulancezorg, dat doen we samen.